Waar normaal gesproken de neushoorns, giraffen en zebra's lopen, zijn vandaag fietsers. Veel fietsers. Dierenpark Emmen is het toneel voor de laatste kwalificatie voor de Rabo tijdrit voor de sportieve fietsers. Sommigen doen ongetraind mee, maar sommigen pakken het heel professioneel aan. Wij zijn de laatste maand in training gegaan, want ik hanteer met dit soort evenementen het examenmodel. Dus veel doen in de laatste weken, niet een half jaar ervoor, maar vooral in de laatste weken. We hebben nagenoeg iedere week een ploegentijdrit bij ons in de polder bij Breukelen Vinkeveen gereden als voorbereiding op dit gebeuren. Maar het gaat altijd toch weer om je best doen. En ik heb jaren dames en heren hockeyteam van Nederland mogen begeleiden als topsportfysioloog. Maar we zijn sinds vorig jaar bij de Rabobank Amsterdam Vecht met het personeel en klanten begonnen om de allerbeste te fietsen. Dat hebben we voortvarend gedaan. En nu wilde dezelfde groep ook in deze tijdrit meedoen. En ze hebben mij gevraagd ook opnieuw dat met trainingsschema's te begeleiden. We kennen Jos van vorig jaar van Alpe d'Huez. Heeft hij ons begeleid en gecoacht. Hij heeft zelfs ook 6 keer omhoog gefietst. En die ervaring hebben we dit jaar weer gebruikt om te trainen op de tijdrit. Ziet er zwaar uit. Dat was het ook. Wind mee is het heerlijk, maar wind tegen is het niet te doen hier. Nee. Hoe was het parcours zelf? Smal heb ik gehoord. Smal en erg bochtig. En in de bochten wat zand. Dus echt uitkijken. Hebben jullie getraind echt puur voor het WK? Dat was wel het uiteindelijke doel. Ja, dat klopt. Het houdt in dat we na ons werk 4-5 keer getraind hebben rond Vinkeveen. En alleen maar met doel om hier eens te kwalificeren voor Valkenburg. Ja, het is een hele mooie ervaring om dit te mogen meemaken. Je ziet wel op een gegeven moment een heleboel mensen om je heen die zwaar getraind eruit zien met helm en alles. Dus dan denk je op een gegeven moment van, goh, hoor ik hier thuis. Maar goed, zonnetje is er. Mooie ervaring en super. Hartstikke leuk. We hebben nu 4 kwalificatiemomenten gehad. En al diegenen die zich hebben gekwalificeerd, dat zijn ongeveer 90 teams. Die gaan zich nu opmaken om in Limburg op 21 september de grote finale te rijden. Dus het is echt op het finale rondje in Limburg met de finish 1,5 kilometer naar de Kouwberg. Dus je rijdt daar in een volledige WK-ambiance, rijd je daar je ploegentijdrit. Nou, ik denk dat je dat maar eens in zoveel jaar meemaakt. Gezien dat er erg veel enthousiasme is, bijna alle kwalificatiewedstrijden zaten volledig vol. Dus we willen dit volgend jaar gaan voortzetten en dan de finale tijdens een NK te gaan houden. Dat is ook uniek, denk ik.